We gaan zorgen dat we weer onze rechten stoten. Dat doen we namelijk op een aantal manieren. We gaan weer zorgen dat we in die basis staan. Hak met haar de tenen naar buiten aansluiten. Je houdt je handen gewoon onder die borstlijn. En dan beginnen we met rechts. En die gaan we eerst op de maag stoten. Recht. Hop, boom. Dat doen we op de solar plexus. Dus hij komt terug. En bang. Op die solar plexus. Dan komt hij weer terug. En boom. Op het strotje. Dan gaan we niet helemaal terug, maar we maken een blok. Een korte blok. En vanuit daar, paf. Slaan we naar 5 op zijn toeter. Dan gaan we dat weer terugzetten. Dan gaan we met links. Dan gaan we op de maag. Boom. Terug. Solar plexus. Terug. Op de keel. Een blok. En op het gezicht. En dan trekken we weer terug. En dan gaan we de rest. Maag. Terug. Plexus. Terug. Strot. Blok. Stoot. En terug. Maag. Terug. Plexus. Terug. Strot. Blok. Stoot. En terug. Maag. Terug. Plexus. Terug. Strot. Terug. Blok. Stoot. En terug. Op de maag. Terug. Plexus. Terug. Strot. Blok. Stoot. En dat ging ook de mist in. En terug. En op de maag. Terug. Op de plexus. Terug. Op het strotje. En een blok. En een stoot. En terug. Linkerhand. Maag. Terug. Plexus. Terug. Strot. Blok. Stoot. En terug. Nog één keer. Maag. Terug. Plexus. Terug. Strot. Blok. Stoot. En terug. Maag. Terug. Plexus. Terug. Strot. Blok. Stoot. Dat is hem. Die gaan we zo meteen ook op de bokzakken doen. Op het moment dat je het daar gaat doen, die blok die gaat dan voor die bokzak. Omdat je dan boef op de bokzak uitkomt. Dus zou je hem op de zijkant slaan, kom je niet uit die techniek. En die blok, dat is dus ook op het moment dat iemand jou slaat. Tim, als je heel even in de zijkant zit, dat iedereen het kan zien. Hij slaat, ik blok hem. Ja, de kortste weg, als ik nog dit moet gaan doen, slaat hier, bang, hij zit er al. Dus je bent al geblokt en we hebben meteen een aanval. We kleven, die gaat automatisch omlaag, omdat ik ga door. En dat doe je natuurlijk ook niet vanuit deze staat. Maar als Tim in komt stappen, dan stap ik naar uit van absorb. Boom! Ik spit en ik stap in. Dus dat moet je kijken, gevoelsmatig bij de bokzak. Je blokt voor de bokzak. En dan die stap om die stoot lekker te maken. En dan kun je gewoon weer eenmaal, tweemaal, driemaal op de zak, voor de zak en boom. Je zorgt dat je ietsjes op afstand bent. Want als hier de zak is, of Tim, moet je even een zak gebruiken. Ja, fijn. Dat je voor die zak ruimte hebt om die blok te maken, om die stoot, die stap te kunnen maken. Sta je eigenlijk al bijna op die zak, en met eenmaal, tweemaal, driemaal, is er niks. Dus lekker afstand, eenmaal, tweemaal, driemaal, hop, boom. Dat gaan we zo meteen doen. Dus ik zou zeggen, pak de handschoenen, doe ze aan, maak koppeltjes bij de bokzak, en dan gaan we daar lekker knallen.